Snopper, eerste doelman van NAC. Hoe voelt dat? Goed, zeer goed. Ja, positief. Ik ben blij. Ik ben echt een blij persoon. Ja, kan niet beter. Je hebt natuurlijk een mooie ontwikkeling doorgemaakt. 2 jaar geleden mocht je nog vertrekken bij NAC. Inmiddels schop je het gewoon tot eerste doelman van NAC. Ja, dat is mooi. Dan kun je zien hoe het kan gaan in de voetballerij. Ja goed, nu valt het kwartje in mijn kant op. Ja, wat ik al zei, ik ben er echt enorm blij mee. Om voor zo'n club te mogen spelen is echt top. Is echt mooi. We zien jou de verdediging aansturen. We zien jou ballen pakken. Ballen klem. Je hebt een zekere uitstraling. Hoe voelt het? Is het wennen van jou als eerste doelman zijnde? Nou, zie je, een taak voor een keeper is gewoon een ballen tegen te houden. Laten we heel eerlijk zijn. Alleen, het is wel fijn dat alles een keer goed gaat. Hoe meer wedstrijden je gaat spelen, hoe hoger niveau ik moet gaan halen. Dus het is wel fijn dat het op het moment gewoon goed gaat. Ja, mooi om te zien dat je ook op korte termijn gewoon progressie boekt. Hoe bevalt de samenwerking met het centrale verdedigingsduo Pablo en... Ja, ik denk eerste wedstrijden was het even wennen, alleen dat is altijd, het zijn allemaal nieuwe jongens, nieuwe samenstelling. Alleen ja, als je de laatste 2 wedstrijden bekijkt, de eerste helft was het misschien vandaag iets minder, alleen in het algemeen staat het gewoon redelijk stabiel. Ze zijn veel met elkaar bezig, ja, ik denk dat we dat gewoon nodig hebben, dat dat belangrijk is. En, ja, vandaag is het zuur dat je op het laatste moment nog zo'n goal tegenkrijgt, maar anders speel je gewoon op een 0. Jelle Truijelaar wordt natuurlijk al jaren gewaardeerd in Breda. Ja, hoe bevalt jouw samenwerking met hem? Je werkt al samen... 2 jaar met hem. Nu als eerste doelman, verandert dat de zaak? Hoe ervaar jij dat? Ja, mijn relatie met Jelle is gewoon heel goed. Maar dat geldt voor elke keeper bij NAC, denk ik. Ja goed, het is mooi dat die jongen toch mij gezegd heeft, de doorsnee heeft gegeven om mij hier te blijven houden. Ja, en als je nou ziet dat het nu een beetje uitkomt, ja, dat zijn ook verdiensten van hem natuurlijk. Laten we heel eerlijk zijn. Oefencampagne zit erop. Klaar voor Vitesse uit volgende week? Ja, ik ben er zeker klaar voor en ik heb er ontiegelijk veel zin in. Hoe schat jij de kans in van NAC Breda? Nou, ik denk als wij zo spelen tegen Excelsior, tweede helft vandaag, ja, dan denk ik echt wel dat wij een kans hebben, waarom niet? Jelle Truijelaar, gedegradeerd met NAC, net niet gepromoveerd. Andries Snopper, 2 keer gepromoveerd binnen 1 seizoen. Dat klopt, maar toen heb ik nog niet gespeeld, hè, dus nu moet ik het zelf aan gaan maken. En ja, goed, het is mooi dat je op het hoogste niveau in Nederland kan acteren. That's the spirit, bedankt man.